Wekelijks wordt er gewogen. En dus het gewicht nou laten zijn, dat schijnt dat dan op Brussel gaat, dat ze dat kunnen volgen. Dan hebben we de bloeddrukmeter, die wordt ook wekelijks gedaan. En vul ik draaienissen of vul ik dat test niet goed is, wordt er ook eens bloeddruk gemeten. En dat is hetgeen waar we het voor gebruiken. Wel, wij hopen eigenlijk dat de senioren de technologie eigenlijk als enerzijds nuttig gaan ervaren, maar ook enerzijds niet als bedreiging. Hè. De bedoeling is eigenlijk dat die mensen dat een stuk gaan adopteren in hun dagdagelijkse gewoon manier van werken, manier van omgaan, in hun dagdagelijkse routines, bij wijze van spreken. Zodat ze dat niet als een extra iets of als iets storend zien, maar eerder iets van, ja kijk, dat hoort erbij, dat zorgt ervoor dat ik langer thuis kan wonen en dat ondersteunt mij. Zorgt eigenlijk voor een extra stimulans, zullen we maar zeggen. Bijvoorbeeld de geheugentraining, dat ze spelletjes kunnen doen enzovoort. Zonder dat ze daar eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, een stukje stress krijgen als ze opstaan, dat ze eerst naar de weegschaal moeten gaan en een spelletje gaan spelen. Dat moet eigenlijk gewoon in hun routine kunnen worden ingevoerd, zodat mensen het eigenlijk ja, als normaal ervaren. En op die manier zijn we eigenlijk gekomen naar een aantal evaluaties in de domeinen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, zoals spierkracht, zoals de voedingstoestand, het globaal functioneren, het hebben van meerdere medicaties die uiteindelijk allemaal samenkomen in een bepaalde schaal die we dan gebruiken. En die schaal die is in feite gerelateerd aan die frailty. En dus mensen die een zekere verminderde autonomie vertoonden, waren eigenlijk goede kandidaten om opgenomen te worden in het Home Sweet Home project. Ja, belangrijk is, we werken eigenlijk met twee doelgroepen. We hebben eigenlijk enerzijds de controlegroep, dat zijn mensen die de technologie niet krijgen, maar die we wel heel nauwgezet opvolgen om te kijken van hoe gaat het met die mensen, gaan die naar een ziekenhuis, hoe snel komen die terug, welke problemen hebben die, die worden ook medisch onderzocht. Anderzijds is er effectief de pilootgroep, dat zijn mensen die alle technologie wel ter beschikking krijgen. Die volgen we natuurlijk op, want die worden heel nauwgezet ook technologisch gescreend en gemonitord. Things working fine now? It's very pleasant to work with. Okay. I'm happy I can see you now. Okay, that's good. And the other devices? Everything is alright. Thank you. Oh, great. Het Home Sweet Home project heeft als voornaamste bedoeling natuurlijk de autonomie te ondersteunen van mensen die toch wat kwetsbaarder zijn, die wat een verhoogd risico hebben. En we hopen dan ook dat diegenen die deelnemen aan het project inderdaad objectief een verbetering hebben van die autonomie. Dat gaat zeker gepaard gaan met positieve effecten op de kwaliteit van leven, op affectieve gevoelens die beter zijn, minder angst, minder depressieve gevoelens. En dat zijn trouwens ook uitkomsten die objectief gescoord zullen worden in het programma. Het is ook zo dat die autonomie in de objectieve opvolging zal geëvalueerd worden aan de hand van contacten met huisartsen, met sociale diensten, opnames in ziekenhuizen of contacten met de spoedopnames. Al die elementen zijn in feite uitkomsten die
ons een idee zullen geven van hoe die autonomie ondersteund wordt van de mensen die deelnemen aan het Home Sweet Home project. Wij zijn op Digipolis hier in Antwerpen en het projectteam van Home Sweet Home van de Antwerpse site is hier weer aanwezig. Het is weer vergadering, dat doen wij elke 3 weken. Elke 3 weken overlopen wij met het hele team alle flats die in Antwerpen geïnstalleerd zijn. Zo gaan we kijken of er technische problemen zijn, of er een huisbezoek nodig is, of de bloeddrukwaarden goed doorkomen op het portaal. En dan zien we welke acties er nodig zijn door het team. Ons team is samengesteld uit heel diverse disciplines eigenlijk. We hebben 3 therapeuten. We hebben Sarah, Isabel en Caroline. Zij hebben elk hun eigen deelnemers die ze opvolgen. Die senioren, die kennen hen ook, hebben vertrouwen in hen. En de therapeuten zijn ook steeds welkom bij de kandidaten. We hebben dus 3 ergotherapeuten. Ze zitten hierachter allemaal te vergaderen. We hebben iemand van IT-zorgbedrijf. Er zijn 2 mensen van IT-zorgbedrijf die de technische ondersteuning verzorgen. We hebben iemand van Zwijsen die de installaties allemaal gedaan heeft. En we hebben ook nog Lieven, mijn collega van Digipolis, die ook technische ondersteuning geeft. Ook klanten begeleidt en de coördinatie van het project ook mee opvolgt. Eens kijken. Dan hebben we ook Tom van Mutas, van de alarmcentrale, die ook in het projectteam elke keer aanwezig is. Ook Dimitri de Roze is af en toe aanwezig, algemene coördinator van het Europese project. Vandaag zijn ze bezig met het inputten van de data die ze verzameld hebben, van de vragenlijsten die ze afgenomen hebben bij de kandidaten, alle testen die zijn afgenomen. Deze data worden verzameld in 1 grote database en de andere landen van het Europees project doen dezelfde acties. Dus ook Ierland, Spanje en Italië gaan dezelfde input doen van dezelfde vragenlijsten, zodanig dat we ons statistisch materiaal mooi kunnen verzamelen. Mutas is een medische zorgcentrale die werkt voor ziekenfondsen en voor OCMW's. Met het zorgbedrijf Antwerp werken wij samen voor het Home Sweet Home project. Binnen het Home Sweet Home project is onze rol eigenlijk tweeledig. Enerzijds zijn wij verantwoordelijk voor de opvolging van alle alarmen die binnenkomen. Dat kunnen alarmen zijn van de Mambo, maar dat kunnen ook alarmen zijn van de omgevingssensoren en van de medische sensoren. Dus op het moment dat zo'n alarm binnenkomt op onze alarmcentrale, gaan onze hulpverleners nagaan wat is er juist aan de hand. Is dat een oproep via de Mambo, gaan ze dat via een spreekluisterverbinding met de persoon zelf nagaan. Is er een probleem of is er geen probleem? Is er een probleem, dan gaan wij een hulpverlener inschakelen. Is er geen probleem, dan gaan wij het alarm zelf afhandelen. Er is op het einde van het verhaal dat we een stukje wetenschappelijk onderbouwd onderzoek kunnen doen. Op basis van al die criteria waarbij we kunnen, hopelijk kunnen aantonen dat we een goede business case hebben die aantoont dat die mensen met behulp van technologie eigenlijk langer thuis zijn kunnen blijven wonen, dat ze gelukkiger zijn, dat wij een stukje de zorg efficiënter hebben kunnen maken. En die resultaten of die business case willen we eigenlijk aanbieden aan de Europese Commissie, die een stuk uiteraard mee financiert in het project. En anderzijds ook aan de stakeholders in België, maar ook in Italië, Ierland en zo meer. Om de hoop daarvan dat bijvoorbeeld de sociale zekerheid daar een stukje mee gaat financieren, omdat ze er ook een stukje opbrengst uit zullen kunnen puren, denk ik. Home sweet.